Om meer bewustwording te creëren voor het COVID-19-virus bij kinderen heeft schrijfster Indra Hu Ramdas een boek uitgebracht met als titel Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over het coronavirus en COVID-19. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid heeft gisteren een exemplaar in ontvangst genomen. Het boek biedt in eenvoudige taal informatie over het virus. U schrijft voornamelijk voor kinderen, maar ze zegt dat volwassenen de informatie ook tot zich kunnen nemen. Minister Ramadien gaf aan dat de aanpak voor de pandemie in Suriname nu meer gericht zal zijn op communicatie, voorlichting en gedragsverandering. Het COVID-19 management team is momenteel aan het brainstormen over hoe de voorlichting naar de samenleving geïntensiveerd kan worden en specifiek gemaakt kan worden voor bepaalde doelgroepen. In het kader van de 9 maanden urgentiefase waarin de regering nu opereert, kan de bewindsman geen rechtstreekse financiële middelen vrijmaken als ondersteuning voor het boek van Hu. Hij is daarom bereid een voorstel te doen aan de Pan American Health Organization. De overige ministeries zullen via Volksgezondheid voorzien worden van een exemplaar.